Goed, dames en heren, nu iedereen zijn plekje heeft gevonden, zelfs ook in ons midden zo te zien, wil ik u van harte welkom heten bij deze openbare raadsvergadering van de gemeente Harderwerf op dinsdag 12 september 2017. Een woord van welkom aan alle aanwezigen, ook de mensen die via de moderne media met ons meekijken. Een speciaal welkom aan de commissaris van Koning, mevrouw Bijleveld. De plaatsvervangend kabinetchef, mevrouw Herink. En natuurlijk ook een bijzonder welkom aan burgemeester Peter Snijders, zijn vrouw Geke, kinderen Peter Jan en Hilde Ann. Welkom hier in ons midden. En daarmee heb ik de vergadering geopend. En daarbij doe ik nog de mededeling van afwezigheid van de heer Rodemond en van de heer Brink. Zij zijn vanwege omstandigheden niet hier bij ons aanwezig. Dan volg ik wel gewoon de normale agenda die voor ligt. En dat betekent dat u iets mag vinden van de agenda die voor ligt, of dat u kunt leven met die agenda. Al dus vastgesteld. Weer een hele opluchting erbij wat dat betreft. Dan zijn we aangekomen bij punt 3 van vanavond. En dat betreft het voorlezen van het koninklijk besluit van 4 juli 2017 in zake het herbenoemingsbesluit van burgemeester P.H. Snijders per 1 oktober 2017. En dat besluit zal worden voorgedragen door onze gevierde heer Drosten. Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Besluit van 4 juli 2017, nummer 2017-001-096, houdende herbenoeming van burgemeesters. Op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 juni 2017, nummer 2017-0000-311620, Directoraat-generaal Bestuur en Wonen, Directie Democratie en Burgerschap, afdeling Politieke Ambtsdragers. Gelet op artikel 61a, eerste lid van de gemeentewet, hebben goedgevonden en verstaan opnieuw te benoemen met ingang van 1 oktober 2017 tot burgemeester van de gemeente Hardenberg, de heer P.H. Snijders. Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit. Wassenaar, 4 juli 2017. Al dus. En het gaat snel vanavond, want we komen nou echt al aan bij het belangrijkste gedeelte van de avond. Punt 4, de beëdiging van burgemeester P.H. Snijders door de commissaris van de Koning, mevrouw Bijleveld. En ik zou haar ook graag het woord willen geven. Ik neem aan dat het opstapje voor mij is, maar dat lijkt me een beetje wankel. Dus volgens mij gaat het zo. Gaat het zo ook wel goed, voorzitter. Maar bedankt dat u eraan gedacht heeft. Geachte gemeenteraad, geachte college, geachte burgemeester Snijders, beste Peter Geke, Hildan en Peter Jan. En meneer en mevrouw Snijders, hier zo achter mij gezeten. En je broer heb ik net ook al een hand gegeven en schoonzus. Fijn dat u er allemaal bent. Het is toch een speciaal moment. En daarom hecht ik er ook aan om hier in uw midden, ook bij herbenoemingen, de burgemeester te beëdigen. Je bent geboren in Dalen, zo'n 20 kilometer hier vandaan. Was wethouder in Coevorden, kleine 16 kilometer verderop. En burgemeester in de Wolde, Hemersbleed, zo'n 40 kilometer. Een echte Drent die niet ver van zijn plek is gekomen, zou je haast kunnen zeggen. En die zich thuis voelt in Overijssel. Tenminste, dat concludeer ik dan maar uit het feit dat je hebt aangegeven hier in Hardenberg op de grens met Drenthe langer te willen blijven. En dan zeg ik hetzelfde als ik 6 jaar geleden op deze plek ook tegen je zei. En een aantal van u, maar een paar, zag ik in de raad nog en ook op de publieke tribune gezeten, waren daar ook bij. Ik zei toen, dat is een verstandige keuze. Want Drenthe is prachtig en er is veel te doen. Maar iedereen weet dat het toch echt in Hardenberg gebeurt. Geachte aanwezigen.
Toen waren we bijeen omdat er een nieuwe burgemeester aantrad. En dat is altijd een bijzonder moment. Maar ik vind echt oprecht dat een herbenoeming dat ook is. En daarom vind ik dat we daar dezelfde aandacht aan moeten geven. Want mag je een benoeming als een nieuwe start zien, waarbij je erop vertrouwt dat er een juiste keuze is gemaakt. Bij een herbenoeming blijkt dat de keuze juist is geweest en dat er nog steeds wederzijds vertrouwen is. En dat is belangrijk, zeker als het gaat om het ambt van burgemeester. Want het burgemeestersambt vraagt veel van een mens, zeker in deze tijd. En dit is de mogelijkheid om daar ook even bij stil te staan. Mede door de opkomst van internet, sociale media en allerlei websites lig je als burgemeester voortdurend onder een vergrootglas. Dat is leuk op mooie, feestelijke momenten, bij onderscheidingen, jubilea, hoog bezoek of bij een herbenoeming. Maar het heeft ook zo zijn schaduwzijde. Als er onrust is, een crisis of een ernstig ongeluk. Je hebt dat onlangs meegemaakt bij het truckfestival in Bad Brug, de brand bij Moderna in Gramsbergen en ook rond de komst van het AZC hier in Hardenberg. En dan is het burgemeesterschap soms een eenzaam beroep. Alle ogen zijn op je gericht. En in een fractie van een moment moet je een beslissing nemen waar je als burgemeester en jij alleen verantwoordelijk voor bent. En natuurlijk bent u er als raad, bent u er als college en zijn er ambtenaren voor de ondersteuning, maar toch de eindverantwoordelijkheid ligt op zulke soort momenten bij de burgemeester. En dan gaat het dus om vertrouwen. Vertrouwen dat u als raad nog steeds hebt of heeft in deze burgemeester. En dat wil ik hier benadrukken. Het is belangrijk dat uw raadsleden en burgemeester, u hebt het gesprek gezocht in de afgelopen jaren, ook met elkaar naar de toekomst op een constructieve wijze in gesprek blijven. Dit hier is ten slotte van rekening het hart van de plaatselijke democratie. Hier worden besluiten genomen die alle inwoners van de gemeente aangaan en dat maakt het ambt ook zo boeiend. Het ene moment ben je voorzitter van deze gemeenteraad, het andere moment ben je weer in gesprek met inwoners of zit je zoals nu in het midden van de gemeenteraad. Beste Peter, nog wel met je gezin eromheen. Dat is wel weer een bijzondere situatie. 6 jaar geleden sprak ik de verwachting uit dat jij wel aansluiting zou vinden bij de Hardenbergse handen uit de mouwen mentaliteit. En die verwachting heb je naar mijn idee meer dan waargemaakt. Je vervult je rol als burgervader en bent met recht het boegbeeld van de gemeente. Je bent een innemende bestuurder met een open belangstelling en een groot inlevingsvermogen. Een echte verbinder. Actief in de samenleving, dicht bij de inwoners, maar ook bij het bedrijfsleven zoals gevraagd. En je hebt een goede antenne voor economische activiteiten en kansen. Je beschikt over een groot relevant netwerk in de regio, in de buurprovincie, al door mij genoemd, en in Overijssel, maar ook in Den Haag en over de landsgrenzen heen. En dat is belangrijk, want die positie in deze regio tussen 2 landen en 2 provincies biedt, denk ik, juist Hardenberg volop kansen. En daar heb je ook in de afgelopen jaren naar gekeken. En dat blijkt ook als je er zo naar kijkt. Het aantal inwoners blijft groeien. Het aantal bedrijven neemt toe, net als de werkgelegenheid. Maar je hebt ook aangegeven dat er nog ambities en wensen zijn. Een Tesla bijvoorbeeld. Ik bedoel natuurlijk een Europese fabriek van Tesla in de regio Hardenberg. Geachte raadsleden en geachte aanwezigen, als commissaris van de Koning ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van het proces van benoeming en herbenoeming. En ook dat wil ik hier in de openbaarheid benadrukken. Dat is een mooi en ordentelijk proces geweest. Ik bedank de leden van de herbenoemingscommissie en haar voorzitter hiervoor. Mijn taak is om toe te zien op een goed verloop van de procedure en ervoor te zorgen dat de aanbeveling van uw raad tijdig bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ligt. En die heeft het koninklijk besluit voor de herbenoeming voorbereid en dat is bekrachtigd door koning Willem-Alexander en de griffier heeft het zojuist voorgelezen. We gaan nu maar over, Peter, tot de pièce de résistance waar ik voor ben gekomen. Ik vraag jou om met mij hier in het midden te gaan staan, zodat ik de ambtsbelofte af kan nemen. En ik geef het woord aan de kabinetchef Kim Hering om de belofte ook voor te lezen. En ik zou u ook allemaal willen vragen, voor zover u dat kunt, om op te staan.
Peter Snijders. U bent bij Koninklijk Besluit van 4 juli 2017 met ingang van 1 oktober 2017 opnieuw benoemd tot burgemeester van de gemeente Hardenberg. Door na mij te bevestigen met de woorden dat verklaar en beloof ik, legt u in handen van de commissaris van de Koning conform artikel 65 van de gemeentewet de volgende belofte af. Ik verklaar dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Dan doe ik zo. Ga rustig nog even zitten, zou ik zeggen. Want we zijn aan het eind gekomen van punt 4. Maar dat brengt ons nog niet aan het eind van de vergadering, want er staan natuurlijk nog een aantal toespraken op onze agenda. En daar begin ik gewoon zelf mee. Ja, de voorzitter bedanken is een beetje lastig vanaf deze plek. Geachte burgemeester Snijders, of beste Peter, wat zeer waarschijnlijk jouw voorkeur heeft. En om die reden durf ik jou dat ook vanaf deze plek te tutoyeren. Namens de gemeenteraad van Hardenberg wil ik je van harte feliciteren met de herbenoeming in het ambt van burgemeester in de gemeente Hardenberg. Een taak, en dat hoort ook zo bij een ambitieuze gemeente, die de nodige lasten op jouw schouders zal leggen. Maar nu de beëdiging heeft plaatsgevonden en de stukken zijn ondertekend, valt er ongetwijfeld ook een last van die schouders af. Immers nog gisteravond spraken wij elkaar en met wat laaghangende schouders en een wat zwaar en streng gezicht sprak je over het feit dat vandaag voor jou toch een zeer belangrijke en spannende dag zou worden. Een spannende dag vanwege de herbenoeming. En je weet maar nooit en zo. Een beetje volgens de in Nederland zeer gewaardeerde bedrukte bestuurstijl, zoals Herman Pleij die hier enige jaren geleden betoogd heeft, dat jij je na lang aandringen hebt laten overhalen om deze moeilijke taak te aanvaarden. Maar goed, acteren is misschien niet je sterkste kant, want al na enkele zinnen kon je jouw voor ons wel bekende brede glimlach niet langer onderdrukken. Een brede glimlach, niet omdat het zomaar kat in het bakkie zou zijn, maar een glimlach van trots. Trots op de gemeente Hardenberg en de zaken die we hier met elkaar bereiken en op het ambt dat je hier mag vervullen. En dat ambt van burgemeester, dat vindt overigens zijn oorsprong al in de middeleeuwen. En in de 13e en 14e eeuw was het zelfs gebruikelijk dat steden soms wel tot 4 burgemeesters hadden.
Je zou haar zeggen dat met de vele rollen die een burgemeester anno 2017 te vervullen heeft, dat zo'n gek idee nog niet was. Maar met de invoering van het reglement voor het bestuur in Den Stede, 1824 voor de historici onder ons, en het gevolg hierop in de gemeentewet van 1851 kwam daaraan een einde. En financieel gezien is dat maar goed ook. Zonder gekheid is het wel zo dat er van een burgemeester veel gevraagd wordt. Gevraagd wordt om op verschillende niveaus te kunnen schakelen. Als burgervader voor de inwoners, als voorzitter van zowel raad, college, in een periode waarin de gemeente niet altijd meer de vooruitstrevende beleidsmaker is, maar al meer de participerende samenleving faciliteert. En als verantwoordelijke op het gebied van openbare orde en veiligheid. Een aspect dat jouw bijzondere interesse heeft. En waarover ook vanuit de samenleving de nodige complimenten te horen zijn. Tussen al die facetten hebben wij wij als raad jou leren kennen als een verbinder. Een groot netwerker en een burgemeester die misschien wel boven gemiddeld aandacht heeft voor belangen en mogelijkheden in de regio. Veel richting Zwolle, maar ook Drenthe en Twente krijgen je aandacht. En het uitdragen van die Hardenbergse belangen naar de regio wordt breed gewaardeerd en is ook nodig in bijvoorbeeld verbonden partijen, regionale afstemming als het gaat om de ladder voor de duurzame verstedelijking, de economische agenda uiteraard en ook de invulling van de streekfunctie van Hardenberg, die nimmer een lege huls is geweest en dat wat ons betreft ook nooit zal zijn. We hebben in deze zaal inmiddels ook gezien dat je een gloedvol betoog kunt houden. Bijvoorbeeld als er een aantal wethouders even niet zijn. En wij denken dat de combinatie van deze zaken een succesvolle zal zijn. Ik heb geprobeerd, en ik kreeg helaas niet meer dan 5 minuten in deze streng geregisseerde ceremonie, dus die anekdotes die bewaren we nog maar even. Ik heb geprobeerd om in een kort verhaal te schetsen hoe wij als raad jou in de afgelopen 6 jaar hebben leren kennen. Niet zozeer om terug te blikken, maar om aan te geven hoe we graag gezamenlijk de toekomst tegemoet gaan. En ik begon over die verbinder, want die stapt niet snel uit een relatie. Je blijft zoeken naar de overeenkomsten, naar zaken die partijen aan elkaar binden. Als verantwoordelijke, als verbinder, als adviseur en als coach. En ik schat zomaar in dat het die kwaliteiten zijn van jou als burgemeester, als burgervader, maar misschien vooral als mens die gewend zijn in de ontwikkelingen in de komende maanden en in de periode daarna. Daarom wil ik je nogmaals namens de Raad van harte feliciteren en jullie ook een bos bloemen aanwensen. Dat was goed ingeschat. En ik zou zeggen, zie de bloemen als een teken van een felicitatie of misschien als troost voor het thuisfront, omdat we natuurlijk nog graag een periode jou in ons midden hebben. En dan geef ik nu graag het woord aan lokaal burgemeester, de heer Prinsen. Ja, Peter, nu wordt die spannend. Want we hebben het er vandaag al veelvuldig over gehad hoe dat vanavond hier zou gaan. Ja, Jolanda is al weggelopen. Maar goed, beste mensen, Peter, Geke, Peter-Jan, Hildean, mevrouw de commissaris, mevrouw Bijleveld, leden van de gemeenteraad, collega bestuurders en overige aanwezigen. Ik zou het bijna vergeten, ook de ouders van Peter. Beste mensen, ik heb het genoegen om namens, we zeggen dan college van burgemeester en wethouders, maar ik heb er nu maar even college van wethouders en de gemeentesecretaris van gemaakt, om je geluk te mogen wensen met deze eervolle benoeming. De gemeenteraad heeft met deze benoeming opnieuw het vertrouwen in jou uitgesproken voor de komende 6 jaar. En daar sluiten wij,
de wethouders en de gemeentesecretaris zich graag bij aan. We hebben het volste vertrouwen in jou als eerste bestuurder van onze gemeente bij de uitvoering als eerste bestuurder van onze gemeente en bij de uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden die bij dit ambt behoren. Het is al vaker genoemd vanavond. Een belangrijke taak van de burgemeester is toezien op een goede samenwerking met andere gemeenten, overheden en andere instanties. Daarvoor is een goed netwerk essentieel. Met jouw komst naar Hardenberg kregen we een burgemeester met een groot, fantastisch en interessant netwerk. Een netwerk dat werkt. Je bent een sterke speler in de regionale netwerken. Denk aan de regio Zwolle, Euregio, Vierkant voor Werkregio en zo kan ik nog wel even doorgaan. Wij waren in Hardenberg gewend om regionaal te kijken en ons regionaal te oriënteren. Maar Peter, jij hebt er iets aan toegevoegd. Jij hebt het college niet de kans gegeven om daarin te verslappen. Regionale en zelfs internationale samenwerking is voor jou heel belangrijk. Als geen ander zie jij het belang van samenwerking en wat die samenwerking voor de regio, maar ook voor Hardenberg kan betekenen. Samenwerken betekent volgens jou onder andere afstemmen, vertrouwen geven, maar ook vertrouwen krijgen, maar ook elkaar dingen gunnen. Jouw filosofie is, hij was altijd, als het regent in Zwolle, dan druppelt het in Hardenberg. Je hebt ervan gemaakt, als het regent in Zwolle, mot regent het in Hardenberg. Als burgemeester ben je ook voorzitter van het college van BMW. Het team dat we voor jouw komst waren, werd niet verstoord door jouw komst. Nee, integendeel. We kregen er een hele belangrijke teamspeler bij. De wekelijkse collegevergaderingen, die leid jij in goede harmonie, met respect voor een ieder. Iedere dinsdag in het college bespreken we hele belangrijke zaken. Maar er wordt ook veel gelachen. En daar speel jij als voorzitter een belangrijke rol in. Daarbij, Peter, blijf jij in die vergadering altijd dicht in de buurt van de gemeentesecretaris. Uiteraard op een goede professionele manier. Maar natuurlijk zijn we ook gewoon collega's die samen een klus te klaren hebben. Ik spreek dan ook namens de anderen als ik zeg dat we in ons werk een burgemeester hebben die naast en achter ons staat. Dat geldt ook op het persoonlijk vlak. Privé hebben wij ervaren dat Peter een burgemeester, maar vooral collega is die er voor je is als het nodig is. Dat wordt gewaardeerd, Peter. Voor veel mensen is de burgemeester het gezicht van de gemeente, in dit geval van de gemeente Hardenberg. En de inwoners en ondernemers hebben je leren kennen als een gemakkelijk benaderbare en toegankelijke, gezellige bestuurder. In de afgelopen jaren heb je voor de samenleving, de inwoners en ondernemers, voor de hele gemeente hele goede dingen gedaan. Je bent niet alleen burgemeester, maar ook burgervader. Die burgervaderrol is vooral belangrijk bij minder leuke gebeurtenissen. De commissaris noemde er zo pas ook al een paar. En die gebeurtenissen hebben we zeker meegemaakt. Maar ook dan sta je er ook. Ik noem even als voorbeeld de brand bij Moderna. Die nacht in de Mommerieten was jij er. Stond je naast, achter, bij de ondernemers. En daarna maakte je je sterk voor behoud van Moderna voor onze gemeente. En de realisatie van een hypermodern bedrijf. Natuurlijk werk je in zo'n situatie altijd vanuit het college als team. Maar de rol van jou in deze was onmiskenbaar. Zo heb je ook gestreden voor veldzicht. En ook daar ging je niet in je eentje. Nee, je zocht de samenwerking met andere burgemeesters. Je portefeuille van economische zaken heb je voortvarend opgepakt. En we moesten eerst wel even onze wenkbrauwen fronsen toen je met het voorstel kwam van we zouden met een werkgeversberaad aan de slag moeten. Maar dat was een eerste en een hele belangrijke mijlpaal, zo bleek achteraf. Daar is veel uit voortgekomen. En het belangrijkste, zichtbaar hier, is wel het ondernemershuis geweest. Belangrijk voor de regio Vechtdal. In de komende jaren wil je het belang in de regio Zwolle, van de regio Zwolle, verder uitbouwen.
en de vierkant voor werkprojecten uitvoeren. En daarmee wil je bedrijvigheid naar Hardenberg, maar ook zeker naar de regio halen. Dat doe je zelfbewust en zelfverzekerd. Je laat zien wat wij, Hardenberg, maar ook de regio te bieden heeft. En er is maar één doel wat je voor ogen staat. Een sterke economische structuur en werkgelegenheid voor Hardenberg en de regio. Peter, als burgemeester van Hardenberg woon je en werk je vanzelfsprekend in onze mooie gemeente. Je zoekt daarbij wel letterlijk de grens op. Want vanaf Hardenbergs grondgebied kijk je uit over de Drentse landerijen. Daar waar je roots liggen, daar kom je nooit helemaal los van. Je bent, zoals ze dat hier willen zeggen, een Drent in de vreemde. Het is ook bekend dat je verknocht bent aan auto's, Peter. Met een bepaalde voorliefde voor een bepaald Frans automerk. Je bent er zelf zo verknocht aan die auto, aan je auto's, dat je altijd zo lang mogelijk in de auto wilt blijven zitten. Dat kan wel eens hele vervelende consequenties hebben als je vast komt te zitten op een manegetrein in Slagharen. Een burgemeester in de spotlights. Misschien heeft die liefde met voor auto's ook iets te maken met de liefde, zou ik bijna zeggen. Maar datgene waar je mee bezig bent in het kader van Tesla. Beste mensen, we kijken terug op 6 hele mooie jaren met Peter Snijders als burgemeester. We staan aan de vooravond van een nieuwe periode van 6 jaar. Een periode waarin de ontwikkeling van Hardenberg verder vorm zal krijgen. Dat is bij jou, Peter, in goede handen. Dat heb je al laten zien en daar ben je volop mee bezig. Beste Peter, Jannes, René, Jolanda en ik wensen je heel veel succes in de komende zes jaren. Jannes, René en ik zullen na de verkiezingen in de loop van volgend jaar geen deel meer uitmaken van het college. We zijn ervan overtuigd dat jij ook met je nieuwe team als boegbeeld van de gemeente voor de komende ambtsperiode een groot succes gaat maken. En mocht het zo zijn dat de fabriek van Tesla toch naar Hardenberg komt, dan verwachten Jannes, René en ik wel een VIP-uitnodiging bij de opening. Een auto mag ook. Nogmaals, van harte proficiat en heel veel succes. En nu is er wel een heel mooi moment. Op dinsdag komen wij, onze gemeentesecretaris, nooit aan de veren. Want dan staat ze volledig ten dienste van de burgemeester. Maar ik heb nu Jolanda even geleend. En die gaat mij wat dingen overhandigen die ik jou graag aan wil reiken. Dank voor de woorden van de heer Prinsen. En we kunnen het natuurlijk niet maken om niet ook het woord te geven aan de burgemeester zelf. Dus gaat uw gang, zou ik zeggen. Dank u wel, voorzitter. Dit staat hier normaal gesproken inderdaad nooit. Alhoewel, het had gekund. Als ik kijk naar de mate van de raadsleden. De lengtematen wel te verstaan. Ik kijk,
Ik ben de laatste 6 jaar eigenlijk niet zo heel veel zenuwachtig geweest. Soms bij bepaalde dossiers als portefeuillehouder wel iets meer. Maar ik zag toch echt wel een beetje tegen deze avond op. En dat had niks met Herman Pleij te maken. Alhoewel het wel een hele mooie vondst vond, voorzitter. Maar het worden allemaal mooie woorden uitgesproken. En ik denk van ja, dat zal allemaal wel. Maar ook niet alles is goed gegaan in die afgelopen 6 jaar. Maar goed, daar hebben we het op andere momenten dan wellicht nog over. Geachte commissaris van de Koning, ontzettend mooi dat u hier bent bij deze ceremonie. Dat geldt natuurlijk ook voor mevrouw de kabinetchef, beste raadsleden, college en natuurlijk ook de mensen op de publieke tribune. Het is daarmee toch een heel bijzonder moment geworden. En ik had zelf de gedachte, ik dacht van ja, het gaat gewoon door. Dus we gaan gewoon door, er is niks aan de hand. Er hoeft niet echt expliciet bij stilgestaan te worden. En dan is het toch mooi dat dat inderdaad op zo'n avond als deze gebeurt. En dat ook bij een aantal elementen wordt stilgestaan over onder andere de positie van de burgemeester. Maar ook de rol van de gemeente in de huidige samenleving. Want er zijn 6 jaar achter de rug. Maar inderdaad, er staat weer een nieuwe periode van 6 jaar aan te komen. En die is anders. Die zal anders zijn dan de afgelopen 6 jaar. En ik ben nu 10 jaar bestuurder, lokaal bestuurder. En ik heb gemerkt dat veranderingen ontzettend snel gaan. En dat de dag van morgen weer totaal anders is dan de dag die hier gisteren was. 1 ding blijft belangrijk. En dat is het woord wat al eerder viel. En dat is vertrouwen. Vertrouwen. En ik wil allereerst uw raad danken voor het vertrouwen wat ik van u opnieuw heb mogen krijgen. Want dat is ongelooflijk belangrijk om een functie als burgemeester of gemeentebestuurder te kunnen vervullen. En dat vertrouwen heb ik eigenlijk de afgelopen 6 jaar altijd in deze raad gevoeld. Ook in het heet van de strijd bij de verschillende onderwerpen die er waren. In mijn rol als burgemeester, maar soms ook in mijn rol als portefeuillehouder, bijvoorbeeld van toerisme en recreatie, om maar eens wat te noemen. Of van financiën, een ander voorbeeld. Maar dat maakte het wel mooi. En we konden het, omdat het ging over de inhoud. Het ging over de inhoud en op die inhoud kwamen we uiteindelijk weer bij elkaar. Maar er waren ook heel veel andere onderwerpen waarover we ook heel vaak wel hetzelfde dachten. En die belangrijk waren voor het voorbestaan van de gemeente, voor de vitaliteit van deze gemeente. Ik noem even, het woord viel al, de werkgelegenheid, behoud van werkgelegenheid in Balkbrug. Samen ook met plaatselijk belang Balkbrug hebben we daar heel hard geknokt met heel veel partijen om de kliniek open te houden. Het is geen TBS-kliniek meer. Maar er is nog steeds werkgelegenheid voor meer dan 350 mensen. Ontzettend belangrijk voor deze regio. De Moderna-brand werd al genoemd. Een prachtig dossier. De aanleiding was niet mooi, maar hoe we dat met elkaar gefixt hebben. In het college, met de gemeentelijke organisatie niet te vergeten. Binnen een jaar een nieuw bedrijfspand, state of the art, op een plek waar niet eens een bestemmingsplan lag. Maar ook samen met de omgeving kunnen realiseren. Natuurlijk, de komst van het AZC, ook een hele belangrijk dossier geweest en ook heel mooi om te zien ook hoe daar uiteindelijk de politieke verschillen ook weer bij elkaar kwamen om op die inhoud er samen voor te gaan. En als we kijken nu, ruim een jaar, bijna in functie, hoe soepel het eigenlijk gaat, ook samen met die omgeving kijken van gaat het goed, wat gaat er niet goed, wat moet beter, wat kan beter, maar ook met het COA. Maar ook met politie en justitie, met elkaar zorgen voor een goede leefomgeving. Voor de mensen op het AZC zelf en voor de omgeving. De streekfunctie van Hardenberg, die hebben we ook behouden en dat is ontzettend belangrijk. De voorzitter noemde het net ook al even. En inderdaad, dat mag ook geen loze kreet zijn, die moet verder gevuld worden. En daar ook de komende 6 jaar valt nog wat te doen. En het is nog niet helemaal rond, maar ik noem hem toch maar even. Ook de nieuwbouw van het ziekenhuis in Hardenberg. Medisch Centrum Vechdal, prachtige naam. We hopen natuurlijk dat we dit jaar daar nog de eerste fysieke gebeurtenissen zien dat die gebouwd gaat worden. Politiek bestuur is mensenwerk, zei ik net al. En mensenwerk betekent elkaar opzoeken, met elkaar praten, elkaar proberen te begrijpen en kijken waar je elkaar kunt vinden. Waar je elkaar kunt vinden. En waarbij ook altijd weer, zoals ik net al zei, de inhoud voorop staat. Een groot goed hier in Hardenberg. Want die bereidheid die is hier nog steeds volop. In de raad, maar ook in de samenleving van Hardenberg. In de hele gemeente
zei net al, de plaatselijke belangen. En dat is bijzonder waardevol om daar dat ook vast te houden en te koesteren. En die kwaliteit die wij hier hebben in deze gemeenschap allemaal binnen de gemeente, om die ook na deze raadsperiode een mooi vervolg te geven. Want er liggen hele mooie ontwikkelingen voor ons. En in die afgelopen 6 jaar hebben we natuurlijk mooie stappen gezet. En in die zin is ook een enige senioriteit hebben kunnen opbouwen in die afgelopen 6 jaar. Het zou heel mooi zijn om die ook de komende 6 jaar ten nutte te brengen, ook weer van de nieuwe college en de nieuwe raadsperiode. De wilde haren, die ben ik hier wel een beetje kwijtgeraakt in Harderberg. Hoe dat komt, dat weet ik niet. Maar misschien heeft dat ook gewoon met leeftijd te maken. De 6 jaar is omgevlogen. Dat is bijna onrealistisch. Maar elke dag, en dat zeg ik naar de grond van mijn hart, elke dag ben ik hier met plezier burgemeester van Harderberg. Zowel inderdaad in mijn rol als burgervader, als voorzitter van het college, als voorzitter van de raad of als portefeuillehouder van een van de inhoudelijke thema's. Het is een ontzettend afwisselend vak. En in die zin, de commissaris zei het net, het kan een eenzaam beroep zijn. Maar eenzaam heb ik mij hier nog niet gevoeld in die 6 jaar. En dat is ook aan u te danken hier in deze raad. Ik heb veel steun mogen ontvangen, altijd. Bij de verschillende gebeurtenissen vanuit de raad, vanuit het college, dan wel vanuit de organisatie. Het is dan ook heel mooi, zeg ik nogmaals, om burgemeester van Harderberg te zijn. En daar hoort inderdaad niet alleen de inhoudelijke onderwerpen bij, maar ook het lief en het leed. De huisbezoeken, de 60-jarige bruidsparen, de 100-jarige, prachtige gesprekken die daar gevoerd worden, waarbij je ook terugkrijgt hoe men nu over die gemeente denkt. En dat is heel belangrijk, dat is ook heel waardevol. Maar ook de opening van een discotheek, of samen met Inge de Bruin op de glijbaan. Oh nee, het was niet helemaal op de glijbaan. Maar zij deed het wel in ieder geval op het vakantiepark Slaharen. Hele bijzondere dingen. Maar ook het leed, wat ook hoort inderdaad hier, waar je in een gemeenschap met 60.000 zielen mee te maken hebt. Slachtoffers, nabestaanden van ernstige gebeurtenissen, maar ook heel recent nog. En ik had het in mijn nieuwjaarstoespraak er al over, dat de wereld klein is geworden. En dat ook mensen uit onze eigen gemeenschap getroffen kunnen worden of betrokken kunnen worden bij de vreselijke aanslagen die op dit moment in de wereld plaatsvinden. En deze zomer gebeurde dat. En we hebben daar als college, de oude prinsen eerst en later ik, hebben daar aandacht aan besteed. En mensen zijn gelukkig weer terug binnen onze gemeenschap, wonen hier. En ik ben na de vakantie bij ze geweest, waarbij zij ook aangaven enorm getroffen te zijn door de warmte en de aandacht die ze krijgen vanuit hun eigen omgeving. De buren, de kerk, vrienden, het bedrijfsleven. En dan is het mooi om te zien hoe iedereen hier om mensen heen staat. En dan ben je als burgemeester, kun je alleen maar ongelooflijk trots zijn dat je hier in deze gemeente burgemeester mag worden en zijn. Dat noemen we ook wel de kracht van gewoon doen. Dat doen we gewoon, dat vinden we eigenlijk normaal hier. Maar in heel veel delen in Nederland is dat al niet meer zo heel erg normaal. En ik hoop dat we dat kunnen vasthouden. En daarvoor wil ik mij in ieder geval die komende 6 jaar inzetten. Ik wil blijven fungeren als boegbeeld van deze prachtige gemeente om onze positie nog sterker te maken. Positie inderdaad ten opzichte van Twente, Drenthe en de regio Zwolle. Maar natuurlijk ook Duitsland. Onze goede vrienden, René en ik, wij vechten altijd om de burgemeester van de Zamkgemeinde Emligheim. De tussenstand, het is nog steeds gelijk spel eigenlijk. Maar goed, René vertrekt. Dus ik heb kans om nu eindelijk de doorslag te geven. En daar hoort inderdaad de positioneringsverhaal van Tesla misschien ook wel bij. Alhoewel, mijn kinderen waren vanavond bijna, die hadden eigenlijk helemaal geen zin om mee te gaan. Want naast het feit dat er een burgemeester wordt herbenoemd, een belangrijke gebeurtenis in deze wereld vandaag, is het ook een Apple-event, heb ik begrepen, om 7 uur vanavond. Want de nieuwe iPhone die zou worden geïntroduceerd. Dus misschien moeten we ons ook wat meer focussen nog, niet alleen op Tesla, maar ook op Apple. Ik ben benieuwd wat de stentor hiermee doet. Goed. Ik blijf die burgervader al belangrijk vinden. Die is in mijn oordeel ook belangrijk. Uw raad vindt dat ook belangrijk. En daarbij komt ook nog eens een keer dat als gemeente het dichtst bij onze inwoners staan, het dichtst bij de burgers staan, als bestuurslaag. En
Zeker ook gezien de turbulente tijd waarin we zitten, ik noemde dat net al, is het een ongelooflijk belangrijke rol en een mooie rol om die burgervaderrol te kunnen vervullen. Er ligt ook nog een andere opdracht die wat nadrukkelijker zal worden in de komende raads- en collegeperiode. En die is eigenlijk al begonnen, dat is de rol van coach en ja, master, noem het maar, om in ieder geval ook te zorgen voor continuïteit, stabiliteit in de komende periode. En ik heb er vertrouwen in dat uw raad en diegenen die straks dit college ook weer verder brengen, dat die daar ook aan bij zullen dragen. Maar het is ook een belangrijke rol voor de burgemeester als voorzitter van college en raad om dat ook op te zetten. En ja, u mag mij daarop afrekenen. Daar horen ook bij de nieuwe ontwikkelingen. De voorzitter gaf het ook al aan in het lokaal bestuur. Hoe organiseren we participatie? Wat is onze eigen rol daarin? En hoe geven we ruimte aan initiatieven, ook in die nieuwe periode, aan allerlei zaken. Op het gebied van welzijn, maatschappij, op het gebied van energie, duurzaamheid, circulaire economie, noem het maar op. Er liggen mooie opdrachten, mooie uitdagingen in de toekomst voor ons. En die ontwikkeling die geldt ook voor de verdergaande samenwerking met andere gemeenten. Want dat blijft belangrijk, maar dat wordt ook niet minder belangrijk. Natuurlijk met die van onze buurgemeente Ommen. Maar ook in de regio rondom, de opgaven die er liggen in het sociaal domein, op het gebied van veiligheid, aanpak van criminaliteit, liggen er belangrijke opgaven. En daarbij is ook een belangrijk aandachtspunt het vergroten van de betrokkenheid van uw raad bij die regionale vraagstukken. Over de grens heen kijken van je eigen gemeente is in die zin een belangrijke opgave die niet alleen is voorbehouden aan de burgemeester of aan de leden van het college, maar waarin ook uw raad een nadrukkelijke rol gaat krijgen en ook zou moeten krijgen. Bestuur is mensenwerk, ik zei het al, ik sluit af. En dat betekent dat ik de afgelopen jaren, zo heb ik dat ervaren, fantastische mensen om mij heen heb gehad. Binnen het college, inderdaad, we hebben stevige discussies, maar er wordt altijd gelachen. Er wordt regelmatig op gebak getrakteerd, ook al is er niet altijd een aanleiding of een uitgestelde aanleiding soms. Maar ook de dames van het secretariaat, ik neem morgen de pot mee. Maar ik zeg er ook bij, al die overleggen toen ik terugkwam vanuit Ommen, is er onderweg een tankstation die overigens wordt gerund door mensen uit Dedersvaart. Dus dat is ook een goede investering om daar altijd een zak snoep te kopen die dan weer belandt in de pot op het secretariaat. Ja, dat jullie dat niet merken, dat begrijp ik. Want tussen dat tankstation en het gemeentehuis in Hardenberg is de winegums, die zijn meestal in ieder geval driekwart op. Het is bijzonder om te mogen samenwerken met de raad, college, maar ook met de mensen van de ambtelijke organisatie. Er zitten een aantal hier op de tribune. Ongelooflijk mooi dat jullie erbij zijn. Want ook daar speelt het woord vertrouwen een hele belangrijke rol. En in die intense samenwerking die wij hebben, heb je aan een paar woorden vaak genoeg aan elkaar om te weten wat er moet gebeuren. En in de verschillende calamiteiten die we hebben gehad, of andere zaken die er zijn gebeurd, heb ik altijd een mooi beroep kunnen doen op die organisatie. Dank daarvoor. En het heeft wel een beetje te maken met de houding die we hier in deze regio kennen. En dat is misschien iets minder Drents en iets meer Overijssel inderdaad, commissaris. En dat is de houding die we ook in de regio Zwolle wel noemen, waar ik een groot voorstander van ben en zelfs een warm pleitbezorger. Dat is een houding van elkaar iets gunnen. Groeien met elkaar, maar vooral ook grenzen ontkennen. Dus die grens met Drenthe, die zie ik eigenlijk helemaal niet. En in dat klimaat voel ik mij bijzonder prettig. En ik verheug mij op de komende periode om daarin gezamenlijk met de inwoners, uw raad, het college, wat er dan nog van over is, of wie er dan ook zijn, maar in ieder geval de komende maanden nog met dit geweldig team te werken aan een prachtige gemeente waar het ontzettend mooi wonen, werken en leven is. Dank jullie wel voor het vertrouwen op de komende periode. Dank. Goed, dames en heren, dat was agendapunt 5 voor de goede orde maar weer. En u heeft, als te doen gebruikelijk, op uw vergadering altijd iets van een rondvraag genoteerd staan. Zo ook vandaag bij punt 6. Daar zijn we nu aangekomen, maar ik zeg er wel bij dat je van hele goede huizen moet zijn gekomen om daar tijdens deze vergadering gebruik van te maken. En dat is ook niet het geval. Ik laat u ook niet langer twijfelen voordat u zich bedenkt dat had u wellicht in de gaten. En daarmee zijn we aangekomen bij punt 7 van de vergadering, de sluiting. Maar dat doe ik niet voordat ik gezegd heb dat er in de hal zometeen de mogelijkheid is
om burgemeester Peter Snijders te feliciteren met zijn herbenoeming. Dank u wel.